Bij de zesde editie van de Zeven Heuvelennacht heeft een record aantal deelnemers meegedaan. Ruim 6700 renners verzamelden op de Groesbeekse weg, waar om 7 uur het startsein werd gegeven. De renners legden een sfeervolle route af, voorzien van veel licht- en geluidseffecten. Directeur Alexander van der Velde was zeer tevreden over de editie. Afgezien van een kleine opstopping bij de finish hebben er geen noemenswaardige problemen plaatsgevonden. Volgens Van der Velde groeit het evenement in populariteit. En om die reden zou er voor de volgende editie gekeken kunnen worden om het aantal inschrijvingen te verhogen. Bij de vrouwelijke deelnemers was Roos Blokhuis het snelst met een tijd van 24.13. Bij de mannen gaat Mark van Kessel er vandoor met de eer. Hij kwam binnen 21.53 over de finish.